Hallo allemaal, ik heb een superleuk pakketje binnengekregen van Treats. Try Treats, en dat betekent eigenlijk dat er allemaal leuke dingetjes in zitten. Alleen lekkere dingetjes, maar van een verschillend land. En dit land is Japan. Dus er zitten allemaal dingen in van Japan. Dat is ook wel grappig. Dus we beginnen met de Strawberry Giant Caplico by Glico. Oké, schat. We gaan dat zoeken. Goed. Dat ziet eruit. Dat is het. Dit is het eerste. Okay. En we gaan eigenlijk nu... ik ga u laten, laten proeven of je het lekker vindt. En wat de smaak. Het ziet er wel raar uit. Oké. Probeer maar een stukje. Dat is een soort van ijs. Opgedroogd ijs. Het proeft naar banaan. Ja. Aardbei, sorry. Aardbei? Wacht, hè. Oei, ik kan dat niet... Ah, dat is echt een ijsje precies. Ja, maar dat is een ijsje. Ik denk dat je dat er volledig uit moet halen. Nee? Oei, wacht, hè. En dat valt precies voor de... Ja, oké, maar het is maar voor de smaak, hè. Ja. Dus het is eigenlijk een ijsje. Maar zo'n opgedroogd ijsje van schuim. Ik ga eens proeven. Het valt volledig uit. Sorry. Allemaal op je bed. En dat smaakt echt naar aardbei. Ik vind het ook wel lekker. Wel zoet, hè. Maar is niet slecht. Maar lekker. Het proeft echt wel... aardbei. Ja. En van binnen zou er, denk ik, chocolade in zitten. En het, als ik ga het eens proberen. Ik weet niet, er staat er eigenlijk allemaal in het Japans. In dit horentje zit dus chocolade. Maar zo lekker schat, proef eens. Mai. Dat is hemels. Op zich is dat niet slecht. Dat is echt wel lekker. Dus? Je kunt dat echt vergelijken met een ijsje, maar dan niet ijs. Nee, voilà. Een hard ijsje. Ja. Een droog ijsje. Dus nummer 1 is geslaagd. Ja, oké. Okay. Nummer 2 is Fettuccine Gummy Cola by Bourbon. Oké, dat is iets met cola. En dat is dit pakketje. Oké. Okay. We gaan eens testen. Maar het is wel slecht voor de lijn allemaal. Dat zijn eigenlijk een soort van... snoepjes en het ruikt al naar cola. Amai. Oh ja, dat ruikt echt. Maar dat is wel cola. Lekker, denk ik. Want ik vind dat jij lekker cola snoepjes. Vind ik wel lekker. Leuk, hè? Het is eigenlijk gewoon hetzelfde als cola snoepjes hier, maar in een ander soort. Bij ons is dat zo echt een cola. Niet te zoet, maar wel zo zuurig. Ik heb dat wel graag. Zo wat zuur is. Heel lekker. Ja, dat heb ik straks vleugel. Ja. Geslaagd nummer 2. Derde. Is Gum by Lotte. Gum by Lotte is, even kijken, dit. Oké, en ik heb stiekem al eentje uitgehaald. Dat is wel een leerde. Nee, je niet kan halen. En dat was echt, dat is het enige wat ik heb gedaan. En? Maar dat was echt lekker. Dat is een kauwgom. Vond ik mijn mening. Dat is een kauwgom, maar dus gaan we dat even als laatste gebruiken, want anders moet je ze niet proeven. Okay. Dus dat is eigenlijk, dat zijn kauwgoms, dan moeten we... Ja, dat moeten we als laatste doen, want anders... Oké. Okay. Het vierde is Baked Shrimp Chips by Calbee. Chips. Altijd lekker. Oké. Okay. Dus dat is gewoon, zoals bij ons eigenlijk, chipjes, maar wel grappig verpakt. Een soort van frietjes. Zetje, krijg jij dat open? Ook kei lekker. Het is gewoon chips, hè? Ja. En dat smaakt naar zo van die baked chips. Ja, zo een klein beetje naar garnaal. Ja. Ah zo, ja, het staat op shrimp chips. Ja. Dus ja. Ja, inderdaad. Naar garnalen. Maar ik vind garnalen nog niet zo heel lekker. Ik weet. Maar deze vind ik wel, wel lekker. Savai. Het smaakt niet naar vies of zo. Nee, het is niet zo intens van smaak. Nee. Het is wat saaier wel. Ja. Maar ik vind het lekker. Ja, alle zo is het een klein pakje. Ook geslaagd. En dan hebben we als laatste de Milky Candy by Orion. Ik denk, ik zit altijd in die doos te kijken, maar alles ligt hier. Ja, maar alles ligt naast hier. Dan moet jij weer opmaken, ik vind dat niet zo goed. De Milky Candy. Dat ziet er wel heel lekker uit, want ik hou van Milky dingen. Wel, dan gaan we... Oei, alles valt eruit. Ja. Moet Smit even stoppen. Als jullie niet gezien hebben, het zijn heel kleine bolletjes. Dus... Laat de verpakking eens zien. Het is echt zo'n driehoeksverpakking. Ik heb dat opengescheurd, maar met open scheuren zitten er allemaal van die hele kleine bolletjes in. En die zijn
net over heel ons tapijt gerold. Beland. Mm. Amai, maar deze is lekker. Smaakt naar melk? Ja, melkchocola. Mmm, dat is lekker. Maar je moet er een paar van eten, zodat dat ineens echt een stuk chocola is, precies. Ja, ja. Oei, lekker. Je moet het echt even opruimen. Inderdaad. Amai, dat is lekker. Melkchocola. Amai. Ja. Mmm. Dus ja, ik vond eigenlijk wel de Japanse dingen heel lekker. Ja. Zeker geslaagd. Dus zeker, is je favoriet? Ja, dat is mijn favoriet. Die milk dingen. En van jou? Van mij die cola. Ja, dat is ook eigenlijk wel mijn favoriet. Die twee staan op de eerste plaats. Maar ik voor mij cola. Alhoewel, ik heb de kauwgom nog niet geproefd. Oh ja, de kauwgom. Die moet jij nog proeven. Ik heb die stiekem al wel geproefd. Okay. En ik vond die ook heel lekker. Cheers. Dat is eigenlijk ook gewoon kauwgom met een soort aardbeiensmaakje. Nee, dat is wel meer kersen of zo. Ja, vind je? Nee. Ik weet niet wat erop staan. Is het ook aardbei? Nee. Nee? Wacht hoor. Ik vind het wel goed. Zo, ja, ik heb zo'n kerstnip, mag ik zo eens even lezen. Ja. Wat is dat? Dat is deze. Ja. Gum by Lotte. Gum by Lotte. Levert fruit gum. Dus het is eigenlijk gewoon een fruit. Een fruit. Ja, ik denk dat er alle soorten fruit een beetje in smaak, zit. Ja, inderdaad. Voilà. Dus dat is nog gezond ook. Ja. Dus het was echt wel allemaal super lekker. En het minste van al vond ik de Strawberry Giant, dat ijsje. Ik vond het vorige wel lekker, maar ik vond dat bovenste niet zo lekker. En ik heb ook graag dat een ijsje echt koud is. Ja, dat is zo'n koekijsje, dat vind ik niet zo lekker. De rest was super goed. Dus zeker try treats volgen op Instagram. Doei!